Bij het doen van een sollicitatie, het geven van een presentatie of algehele schade aan je reputatie kun je gaan blozen. Als je dat merkt, wordt het nog veel erger. En als iemand jou daar weer mee plaagt, dan ga je vaak pas echt over de rooie. Als je moet blozen, dan worden de bloedvaatjes in je gezicht iets wijder. Daardoor is het bloed in die vaten beter zichtbaar en krijg je een kop als een boei. Boeien. Dit bloosgedrag is ontstaan bij onze verre voorouders, die in groepen leefden. Die hadden strenge regels, zoals niet opeten wat niet van jou is en niet aan het vrouwtje van de baas zitten. Als je dat toch deed en je werd betrapt, dan was het zaak om onmiddellijk je spijt te betuigen. En daar kwam het blozen om de hoek zetten. Als je bloost, ziet de hele groep dat je je schaamt en krijg je geen klappen en misschien zelfs wel applaus. Dit blozen zijn we nooit kwijtgeraakt. Het wordt ook in hedendaagse sociale stresssituaties aangestuurd door ons autonome zenuwstelsel. Je hebt het dus zelf niet in de hand, maar wel in je gezicht en een beetje in je nek.